Hallo allemaal, welkom op mijn kanaal, welkom bij deze nieuwe video en welkom in Mike's creatieve wereld. Hallo allemaal en welkom bij deel 8 van de Maya's Meadow Call. Een call van Deirdre Ace. En ik mag de Nederlandse vertaling weer doen en dit achtste deel gaan we deze leuke bloemetjes maken, voorzien van extra bladeren. Beetje hetzelfde dus als wat we in voorgaande delen gedaan hebben met de grote motieven. Daar hadden we natuurlijk ook bloemen gemaakt met blaadjes. En deze zijn dan onderdeel van de kleine motieven. In de volgende delen gaan we deze ook wel weer voorzien van een rand. Maar in dit eerste deel, of deel 8 dus, ga ik jullie laten zien hoe we de bloemen gaan maken en hoe je vervolgens dus ook de blaadjes maakt en eraan vast gaat zetten. Eigenlijk dezelfde techniek als wat we in voorgaande delen ook gedaan hebben, maar ik ga jullie daar gewoon weer stap voor stap in meenemen. Heb je nou liever een geschreven patroon, dan kun je dat vinden op mijn website voor de Nederlandse vertaling. Het directe linkje daarna staat onderin de beschrijving van deze video vermeld. Ook daarin vind je de directe link naar het algemene informatiebestand van deze call. Mocht dit de eerste video zijn die je hiervan ziet, dan kun je in ieder geval dat eventjes doornemen. Ook om te achterhalen wat deze call inhoudt precies. En mocht je liever met een Engelstalig patroon werken, ook daarvan vind je in de beschrijving de directe link naar de website van Deirdre. Want die is de ontwerpster van deze deken en heeft dus alle patronen gemaakt. En ik ga dus in deze video jullie stap voor stap meenemen in het maken van deze bloemetjes met bladeren. In het patroon staat ook vermeld hoeveel je er moet maken. En ook in het patroon vind je een kleurschema terug van welke kleuren je moet gebruiken voor de bloemetjes. Dus pak die er ook bij. Je hebt hier echt dus het geschreven patroon ook voor nodig voor het kleurschema. Want we gaan in totaal 20 bloemen maken. Waarvan dus 4 bloemen uiteindelijk 1 blaadje krijgen. En de overige 16 bloemen krijgen 2 blaadjes. Elke kleursamenstelling wordt 2 maal gemaakt. Dus wat je hier op tafel ziet liggen heb ik nog een keer gemaakt. En die zijn buiten beeld. Dus we gaan in totaal 20 bloemen maken in 10 verschillende kleursamenstellingen. Maar dat staat dus allemaal vermeld in het schema wat je vindt in het geschreven patroon op mijn website of op de website van Deirdre. Dus dat eventjes als informatie. Ik ga jullie weer stap voor stap meenemen in elke tour van dit leuke bloemetje. Met daarbij ook 1 keer... Ik ga eigenlijk dus alleen in deze tutorial deze haken voor jullie. Dus de bloem met een blad in een andere kleursamenstelling. Maar het blad is gewoon ook voor de bloemen met 2 bladeren exact hetzelfde. Dus ik ga jullie gewoon aan de hand van 1 blaadje laten zien hoe je dus ook de motieven met 2 blaadjes gaat maken. Lekker projectje voor deze keer. Het haakt ook echt ontzettend lekker weg. Dus pak je garis er weer bij, pak je haaknaald er weer bij en dan ga ik jullie meenemen in deel 8 van de Maya's Meadow Call van Deirdre Ace. Ronde nummer 1. Die gaan we starten met een magic loop. Dus ik leg de draad in mijn hand. Ik hou hem even vast met mijn duim over mijn vingers en ik ga vervolgens de draad van boven naar onder en weer terug naar boven draaien. Ik draai mijn hand om en ik kruis de draad. Ik ga met mijn haaknaald met de haak naar beneden onder de eerste lus door. En ik grijp de achterste lus, wat mijn werkdraad is. En die haal ik onder de eerste lus door. En daarbij keer ik dus mijn haaknaald naar boven. Pak de werkdraad op en ik haak een losse. Dan kunnen je vingers uit de magic loop vandaan. En dan haken we 3 lossen. 1 of 2. Ik bedoel 2 lossen erbij nog, zodat we in totaal 3 hebben. Excuus. Deze staan voor het eerste stokje. En dan gaan we in de magische lus nog
11 stokjes erbij haken om op een totaal van 12 stokjes uit te komen. Dus ik sla de draad om een naald. Ik steek in de magic loop de magische lus in. En daar haak ik dan mijn stokje in. Dat is nummer 1. En zo doen we er nog 10 bij. Dus ik tel nu even door. Dit is nummer 2. 3. 10. En 11. En met onze beginlossen moet je dus nu 12 stokjes in totaal hebben. Tel dat voor de zekerheid nog even na. Dus 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bij mij klopt die. Ik heb er 12 in totaal. Dan pak ik van mijn magische lus het draadje. En daar trek ik voorzichtig aan. Dan gaat de lus zich sluiten. En die hou ik ook eventjes tussen mijn vingers vast om het te begeleiden. Kijk, dan sluit het ringetje steeds meer. En met beleid gewoon continu eventjes zachtjes eraan trekken totdat je niet meer verder kan. En dan is die hele lus gesloten. En dan sluiten we deze ronde met een halve vaste op onze derde losse van onze begin drie losse. Dus die steken we bovenop in. Draad omslaan. Doorhalen. En doorhalen op de lus die op je naald staan. En dan heb je de ronde gesloten. Dan heb je dus een mooi cirkeltje. En dan zijn we klaar om ronde 2 te gaan starten. Ronde 2. Daarvoor gaan we op elk stokje, elk steek, twee stokjes haken. We beginnen met het maken van drie lossen. 1, 2 en 3. Die staat voor ons eerste stokje. En dan gaan we op dezelfde plek als waar we onze ronde gesloten hadden in de vorige ronde, een stokje erbij haken. Dus dan hebben we twee stokjes op de losse ketting van ronde 1 gehaakt. Gaan we naar de volgende steek. Daar haken we ook twee stokjes op. 1 2. Volgende steek, twee stokjes. En dit herhalen we helemaal rondom. Nou, als je al je steken gemaakt hebt, tel het voor de zekerheid er nog eventjes na dat je op 24 steken uit gaat komen. En dus die begin drie lossen die we gemaakt hebben, die staan voor ons eerste stokje. Dus die tellen ook mee als steek. Dus dan heb je rondom 24 stokjes gemaakt. Als je dat dus hebt, dan sluiten we deze ronde ook weer met een halve vaste op onze derde losse van de begin drie lossen. Dus bovenop steken we in en haken we een halve vaste om de ronde te sluiten. En dan zijn we klaar voor ronde nummer 3. Ronde 3. Daarvoor maken we eerst een losse. Telt niet als steek. Dat is gewoon puur bedoeld om onze draad even omhoog te brengen. Maar dan ga ik even een beetje inzoomen. Want dan gaan we in onze steek waarin we gesloten hebben, dat is dus onder die losse, onze eerste vaste haken. Dus daar steken we op in. Draad ophalen en haken we een vaste. Als jij het prettig vindt, kan je hier dus nu eventjes een steekmarkeer daarin plaatsen, zodat je weet wanneer je helemaal rond bent. Dus kan je in deze eerste vaste even een steekmarkeer aan plaatsen. Ik doe dat niet, want ik herken hem. Dan gaan we naar de volgende steek toe. Die zit hier. Daar zetten we ook een vaste op. We hebben twee vaste gemaakt. Dan haken we nu vier lossen. 1, 2, 3 en 4. Slaan we de volgende steek over. En in de volgende steek, daar maken we een vaste. En dat is de eerste vaste van 3. Want over de volgende twee steken zetten we ook een vaste. Dus de volgende een vaste
en de volgende ook een vaste. Dus heb je dus een groepje van 3 vasten gemaakt. En dit gaan we herhalen. Dus we maken weer 4 lossen. 1, 2, 3, 4. Slaan we de volgende steek over. Dat is dus deze. Die slaan we over. En in de volgende 3 steken haken we ieder een vaste. 1, 2 en 3. Ja, ga het rondom herhalen. Totdat je op het eind bent. Dan maak je nog wel je 4 lossen. Maar dan laat ik jullie even zien hoe we deze ronde gaan eindigen. Ik ben bijna helemaal rond. Ik heb mijn laatste 4 lossen gemaakt. Sla ik de volgende steek weer over. En op de volgende zet ik een vaste. Zodat ik dus ook hier weer samen met de 2 eerste vaste 3 vaste naast elkaar heb zitten. Dus volgende steek overslaan en in die volgende, daar zetten we een vaste. En dan op de eerste vaste die we gemaakt hebben, sluiten we onze ronde met een halve vaste. Nou, dan heb je 6 4 losse ruimtes gemaakt. Met daartussen 3 vaste. Nou, dan is dit ronde nummer 3. Die is klaar. Gaan we starten met ronde nummer 4. Ronde 4. Gaan we allemaal stokjes haken in onze losse bogen. Daarvoor slaan we nu de draad om. En gaan we direct in die eerste losse boog, in die eerste losse ruimte, insteken met ons haaknaald. Dus niet in een losse inslaan, maar gewoon in die boog insteken. Draad ophalen, omslaan. En het stokje maken we dan. Dus we hebben het eerste stokje gemaakt. En die staat dus voor een stokje met een halve vaste die dus in die vaste is gemaakt. Nou, dit is ons eerste stokje. En in de hele losse boog komen in totaal 9 stokjes. Dus we haken er voor nu nog 8 bij. Dus dit wordt nummer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9. Heb je 9 stokjes in de losse boog gehaakt. Nou, dan zetten we op de tweede vaste van onze 3 vaste hiero een halve vaste. Dus je slaat die eerste over, maar die zit toch al helemaal verstopt onder je boog met stokjes. Dus inmiddels in de tweede vaste, daar steek je op in en haak je een halve vaste. Daarmee hebben we dus de boog hier vastgezet. En dan gaan we dus op de volgende boog ook 9 stokjes in totaal haken. Dus je hebt hier je halve vaste gemaakt. Je slaat gelijk om en je gaat dus in de losse boog gelijk weer starten met het stokje. En dat doe je dus op elke boog zet je 9 stokjes. En na die 9 stokjes zet je dus op de middelste vaste een halve vaste. Hier hebben we dus 3 vaste gemaakt. En in die middelste, daar zet je dus je boogje vast met een halve vaste. En ga je dus direct in de volgende boog weer starten met je 9 stokjes. Doe dat helemaal rondom. En dan kom ik nog eventjes bij jullie terug om te laten zien waar je precies insteekt om de ronde te sluiten. Als je elke losse boog voorzien hebt van 9 stokjes, dan ben je uiteindelijk helemaal rondom. En dan gaan we ook deze ronde sluiten met een halve vaste. Alleen is het eventjes misschien een beetje zoeken op dit beginpunt.
Dus wat ik eigenlijk doe is dat ik gewoon even kijk hier. Dit zijn mijn drie vasten. Dus in het midden, daar steek ik dan in. En dan haal ik mijn draad op en sluit ik met een halve vaste. Dus zit je in ieder geval op de goede plek. Daarna haak ik nog één losse. En ik knip mijn draad door. We gaan nu een kleurwissel doen voor de volgende ronde. En aan mijn losse haal ik de draad gewoon door. En die trek ik aan. En dan heb ik afgehecht. We gaan dus de volgende ronde in een ander kleurtje doen. Dan kun je dus nu ook gelijk eventjes je draad wegwerken van de magische lus. Dat zal ik nog eventjes met jullie doen om te laten zien hoe ik dat doe. Om er zeker van te zijn dat mijn magische lus later niet meer losraakt. Want als je hem uiteindelijk in gebruik gaat nemen, dan gaat het misschien bewegen. En heb je het risico dat je magische lus open gaat. Nou, dat wil je natuurlijk niet. Dus ter voorkoming daarvan werk ik altijd mijn draad op een bepaalde manier weg. Daarvoor ga ik eerst kijken waar mijn draad uitkomt. Dat is dus aan deze kant. En hij gaat dus nu op die manier draait hij mee. Dus ik ga nog even onder een aantal steekjes door met de draad mee. Zodat ik hem daaronder vastzet. Even een klein beetje aantrekken. En dan ga ik nu de andere kant op de draad wegwerken. Maar daarvoor kijk ik dan eventjes, hier komt mijn draad uit. Dan pak ik daarvoor even een draadje op, voordat ik onder een aantal steken door ga werken. Want dan zet ik achter dat steekje, wat ik dus nu extra oppak hier, draadklem. Dan trek ik hem er dus door. Niet te strak aantrekken. Kijk, dan komt mijn draad nu hieruit. In het laatste lusje steek ik dan mijn naald weer in. En vervolgens onder een aantal steken door. En dan zet ik ook daarmee mijn draad hier klem. En dat doe ik dan nog één keertje. Hier komt mijn draad dus uit. Dus één lusje terug. En dan vooruit door een aantal steken heen. En dan zet ik dus op die manier ook mijn draad klem. En dan kan je magische lus gewoon echt niet losraken. Dan zit hij echt goed verankerd. Nou, als je dat zo weggewerkt hebt, dan knip je de draad af. En dan is je magische lus in ieder geval goed verankerd. Dit draadje werk ik nog niet weg. Dat laat ik gewoon lekker even zo zitten. Want in de volgende ronde kan ik daar gewoon overheen gaan haken. Dat scheelt weer extra wegnaaien ook. Dus dit is ronde 4. En dan kunnen we gaan starten met een nieuwe kleur met ronde 5. Ronde nummer 5. Daarvoor heb ik mijn nieuwe kleur op mijn haaknaald staan. En ronde 5 gaan we starten met een staande steek. En dat is in dit geval een staand half stokje. Dus daarvoor heb ik de draad op mijn naald staan. En sla ik de draad alvast een keer om. En dan hou ik hem eventjes vast. Kijk, en ik heb dus hier mijn vorige ronde afgesloten. Dus dan draai ik eventjes om. En dan ga ik aan de overkant daarvan aanhechten. Dan heb ik dus ook niet gelijk al mijn draadjes op hetzelfde punt zitten. Nou, dan gaan we dus op een willekeurig bloemblad insteken op het tweede stokje van een blad met een staand half stokje. Kijk, dit is het eerste stokje en dit is het tweede stokje. Dus daar steken we op in. Draad omslaan, doorhalen, omslaan en in één keer alle lussen afhalen om het staand half stokje te kunnen gaan maken. Die hebben we dus op deze manier dan zo gemaakt. Dan gaan we naar de volgende steek. Daarin haken we 2 stokjes. 1. En 2. En in
De volgende steek haken we een stokje. Dat halen we nog een keertje. Volgende steek, twee stokjes. En op de volgende steek een stokje. Dan de volgende steek, twee stokjes. Dan houden we nog twee steken over hier al. Op die ene laatste steek, daar haken we een half stokje. En dan hebben we het eerste blad gemaakt. Dit is dus wat we op elk blad herhalen. Maar ik ga nog een keer met jullie meedoen hoor. Dan gaan we nu een dubbel reliëfstokje voor langs haken. In toer 2 van deze bloem. Daarvoor slaan we twee keer de draad om onze naald. En dan gaan we even naar beneden naar toer 2. En daarvoor moet je even goed kijken. Hier zit, als je op toer 4 gaat kijken, heb je die drie vaste. Dan pak je die middelste vaste. En daaronder heb je twee stokjes. En dat is aan deze kant het tweede stokje van een meerdering. En aan deze kant het eerste stokje van een meerdering. En die twee stokjes samen, daaromheen gaan we een reliëf dubbel stokje voor langs haken. Dus wat we daarvoor gaan doen is dat we eerst aan deze kant tussen de twee stokjes in gaan insteken van voor naar achter. Dus dan gaat je haaknaald naar achteren toe. Dan ga je achter die twee stokjes langs en je komt aan de andere kant weer terug naar voren. Dus dan heb je die twee stokjes op je naald liggen. Slaat volgens de draad om je naald en je haalt je naald weer terug. Draad omslaan, twee afhalen, draad omslaan, twee afhalen, draad omslaan, twee afhalen. Kijk, en dan heb je dus je dubbele reliëfstokje voorlangs gemaakt om die twee stokjes. Nou, en nu is het eigenlijk wel wat makkelijker om bij de volgende te zien wanneer je waar je moet gaan insteken, want tussen die reliëfsteek in zitten telkens twee onbewerkte stokjes. Dus hier doe je niks mee. En dan rondom de volgende twee gaat dus de volgende gehaakt worden. Nou, dat is het begin van een herhaling. Dan ga ik nog een keertje de herhaling met jullie meedoen. Op het volgende blad, de eerste steek slaan we over. En op de tweede steek haken we een half stokje. Op de volgende steek haken we twee stokjes. 1 en 2. En op de volgende steek één stokje. Nou, dat herhalen we nog een keertje. Dus op de volgende steek twee stokjes. En op de volgende steek één stokje. Dan de volgende steek twee stokjes. En dan hou je op dit blad nu nog twee steken over. En in die volgende steek, daar haken we een half stokje op. En dan hebben we alles gehaakt op dit blad. Slaan we de draad twee keer om, want dan gaan we dus dat reliëf dubbel stokje voorlangs haken om die twee stokjes uit ronde 2. Dus als je dan terugkijkt naar ronde 2 waar we die eerste hebben gehaakt, volgende twee samen over. En dan kun je dus tussen 2 en 3 in gaan steken van voor naar achter. Zorg ervoor dat
twee stokjes op je naald komen. Dus naar dat tweede stokje komt je naald terug naar voren. Sla je de draad om je naald. Haal je terug. En je haakt hem als dubbel stokje af. Dus elke keer omslaan en twee lussen afhalen. Totdat je hem helemaal gemaakt hebt. En dit gaan we helemaal rondom doen. Als je bij dit blad komt, kun je dus ook gelijk over je draadje heen werken. En als je uiteindelijk het laatste blad gaat doen, dan kun je ook over je begindraad heen gaan werken. Dus dan heb je gelijk alle draadjes mooi weggewerkt. Ga dit nu rondom herhalen. Kom ik op het eind weer even bij jullie terug. Als je alle bladeren alles gehaakt hebt, dan eindig je met weer een dubbel reliëfstokje voor langs op de laatste twee steken. En als je dat goed gedaan hebt, dan zie je dus nu tussen al je reliëfsteken in twee onbewerkte stokjes in die tweede ronde zitten. En als je dan die laatste gemaakt hebt, dan sluit je met een halve vaste op je begin halve stokje. Dus daar steek je dan op in. En draad doorhalen en doorhalen. Zodat je dus weer één lus op je naald hebt. Een losse. En we knippen de draad af en halen hem door. En als je nou over je draadjes heen gewerkt hebt, kun je ze in principe nu gewoon afknippen. Weer ze zeker weten goed vast hebben zitten, dan kun je dus nog eventueel, laat ik het nou wel even zien. Dus draad op je naald. Je hebt hem dus nu over een aantal steken ben je overheen gehaakt. Sla ik hier waar die onderuit komt, één draadje over. En dan steek ik in de volgende in. En dan gewoon onder een aantal steekjes door insteken. Kijk, en dan heb je hem ook verankerd. En dan kun je dus ook op die manier je draadjes wegwerken en dan afknippen. En het gaat eigenlijk nu vanaf nu gewoon elke keer op die manier. Dat ik op die manier mijn draadjes wegwerk. Maar voel je uiteraard vrij om zelf een manier te zoeken die voor jou fijn is om draadjes weg te werken. Ik laat jullie alleen even zien hoe ik dus mijn draadjes wegwerk. Dus mocht je hier ook nog geen ervaring mee hebben, dan adviseer ik eigenlijk gewoon lekker om dit te gaan doen. Maar mocht jij een andere manier hebben, doe dat dan gewoon lekker natuurlijk. Voel je daar gewoon vrij in. Draadjes in ieder geval alvast weer weggewerkt. En dan kunnen we gaan starten met ronde 6 in een nieuwe kleur. Ronde nummer 6. Nieuwe kleur op een haaknaald. En ook voor deze ronde heb ik weer dus draad van mijn vorige ronde laten hangen. Draai mijn werk om, zodat de draad onderop komt. En ik ga in dit blad mijn ronde starten. En die start ik met een... even mijn draad goed pakken. Die gaan we ook weer starten met een half staand stokje. In de tweede stokje van de vorige ronde. Dus dan gaan we even kijken. Die eerste steek is het halve stokje en hier hebben we twee stokjes. En in het tweede stokje, daar gaan we dus onze ronde in starten. En anders kun je ook altijd nog even kijken. Dit is onze relief dubbel stokje voor. 1, 2, 3 erna. En dan kom je ook in de juiste steek terecht. Dus daar starten we met een staand half stokje. Die hebben we zo gemaakt. En dan gaat in dezelfde steek nog een half stokje erbij.
Dan in de volgende steek een half stokje. En in de volgende steek twee halve stokjes. En dat is onze herhaling die we per blad in totaal 3 keer doen. Dus de volgende steek krijgt weer een half stokje. Gevolgd in de volgende steek door twee halve stokjes. Dus dat hebben we hem 2 keer gedaan. Volgende steek een half stokje. Volgende steek 2 halve stokjes. En dan hebben we de herhaling 3 keer gedaan op die manier. Dan hou je hier 1 steek over. Dat klopt, die slaan we over. En dan gaan we rondom onze relief dubbelstokje van de vorige ronde een relief half stokje voorlangs haken. Dus draad ervoor om de naald slaan. En dan steek je achter het relief dubbelstokje van de vorige ronde. Daar steek je dus achter langs. Dus zorg ervoor dat die op je naald komt te liggen. Draad omslaan, ophalen, omslaan. Alles in 1 keer afhalen. Dan heb je een relief half stokje voorlangs gemaakt rondom het relief dubbele stokje voorlangs van de vorige ronde. En dit gaan we dus herhalen op elk blad. Ik doe nog weer eventjes 1 blad met jullie mee. Die eerste die zit hier verstopt. Daar kom je ook niet in, want daar zit dus ook die reliefsteek rondom. Dus je steekt in de tweede in. Sorry, ik zit eventjes verkeerd. We staan er 2 over. Dus die slaan we over en de tweede slaan we over. En in de derde, daar steken we in. En dat is dus ons tweede stokje van de vorige ronde in 1 steek. Dit was een half stokje, dit stokje, stokje. Dus die tweede, daar steken we op in. En daar komt een half stokje op. Gevolgd met nog 1, dus 2 half stokjes in die steek. Dan in de volgende een half stokje. Volgende steek 2 half stokjes. Volgende steek 1 half stokje. Volgende 2 half stokjes. Volgende een half stokje. En in de volgende, dat is dus het laatste stokje van de vorige ronde, daar komen er 2 op. Dan heb je dus in totaal hier ook 11 halve stokjes gehaakt. En dan slaan we het half stokje van de vorige ronde over en gaan we naar de relief dubbelstokje van de vorige ronde en daarom haken we een relief half stokje. En dit herhalen we dus helemaal rondom. Als je bij je draadje komt, als je die nog niet weggewerkt hebt, kan je die over dit blad mooi wegwerken. En kom je op het laatste blad, dan kan je dus ook weer je begindraad achter het werk leggen en op die manier ook weer wegwerken. En zo ga je helemaal rondom. Ga ik ook doen en dan kom ik op het eind nog weer eventjes terug bij jullie. Als je op alle bladeren je halve stokjes gehaakt hebt, dan eindigen we ook wederom weer met een relief half stokje voorlangs rondom de reliefsteek van de voorgaande ronde. En we sluiten ook deze ronde weer af met een halve vaste in onze staande steek die we gebruikt hebben om deze ronde te starten. Half vast gemaakt. Haak ik nog weer een losse en ik knip mijn draad af. Nou, dan werken we onze draadjes ook gelijk weer eventjes weg. Ga ik ook eventjes buiten beeld doen. Dan zijn we nu klaar met het haken van de bloem. En dan kunnen we nu gaan starten met het haken van de blaadjes die aan de bloem worden bevestigd. In het schema wat bij deze bloemetjes hoort, zie je ook vermeld welke kleuren aan blaadjes er toegevoegd worden. Moet je even goed opletten.
De bloemetjes waar twee blaadjes aan komen, die zijn altijd uit twee verschillende kleuren gemaakt. Maar de bloemetjes die maar één blad krijgen, hebben een ander kleurtje. Dus kijk eventjes goed in je schema welke kleuren je ervoor moet gaan gebruiken voor die blaadjes. Ik ga nu even mijn draadjes buiten beeld wegwerken en dan kom ik bij jullie terug. En dan ga ik jullie nog eventjes meenemen in het maken van de blaadjes en het bevestigen van de blaadjes aan de bloemen. Dus ik ben zo terug. Kunnen we gaan beginnen met ons eerste blaadje. En voor we daarmee gaan starten, gaan we eerst even met een steekmarkeerder een steek markeren op onze bloem. Pak daarvoor gewoon een willekeurig blad. Ik pak dit blad. En dan gaan we vanaf het midden. Kijk, ik heb hem nu gewoon eventjes hieronder. Dus ik pak hem nu even naar boven, dit blad. Of nee, ik ga pak ik deze gewoon. Dan moeten we eventjes steken gaan tellen. En in de vierde steek van dit blad moeten we een steekmarkeerder gaan plaatsen. Dus dit is dan de steek 1, 2, 3 en hier is nummer 4. En die vierde steek, die markeren we. En dan kunnen we hem alvast zo voor ons neerleggen op tafel. Dus met de steekmarkeerder naar je toe. Want we gaan dus hier tussen strakjes het blaadje vastzetten. Zo kan die heel even aan de kant. Gaan we de kleur pakken van ons eerste blaadje. Gaan we ook wederom weer starten met een magische lus. Zo. Eerste losse heb ik gemaakt door het sluiten van de magische lus. Dus ik doe er nu nog 4 bij. Zodat ik op een totaal van 5 lossen uitkom. 1, 2, 3 en 4. Kijk hoor. 1, 2, 3, 4, 5. Oké. Dan haken we in de ring nog een dubbel stokje. En dan hebben we daarmee eigenlijk het hoekpunt alvast gecreëerd van het blaadje, want die beginlossen die staan dus voor een dubbel stokje en een losse ruimte. En die losse ruimte komt dus tussen twee dubbele stokjes in. Dan gaan we in de ring nu nog 12 stokjes erbij haken. Eén, twee, elf en 12. Tel ze voor de zekerheid nog eventjes na. Dit zijn dus je twee dubbele stokjes. 2, 4, 6, 8, 10, 12 stokjes. Ja. Sluiten we de ring ook weer door aan het begindraadje te trekken. Met beleid. Trek inderdaad niet te hard, want dan breek je draadje en dan is dus je magische lus ook niet meer goed te verankeren. En dan sluiten we deze ronde op de vierde losse van onze begin 5 lossen. Kun je ook makkelijk terugkijken door hier je dubbele stokje. Daarnaast een losse. En in de volgende, daar steek je dan in. Haal je draad door en door de draad op je lus. Je hebt hem met een halve vaste gesloten. Dan hebben we ronde 1 van het blad gemaakt. En kunnen we ronde 2 op gaan starten. Ronde 2. Stevens ook de laatste ronde. Dit blad bestaat uit 2 rondjes. En in deze ronde gaan we hem ook dus gelijk bevestigen aan onze bloem. Deze ronde starten we op met 3 lossen. 1, 2 en 3. En dan gaan we in onze losse ruimte een nieuwe hoek creëren. Dat doen we door 2 stokjes. 1 en 2. Allemaal in die losse ruimte dus. In diezelfde losse ruimte nog een dubbel stokje. Gevolgd door een losse. En in dezelfde losse ruimte erbij nog weer een dubbel stokje.
en 2 stokjes. En dan hebben we dus op die manier in de losse ruimte weer een nieuwe hoekpunt gecreëerd. Dan gaan we in de volgende 3 steken ieder een stokje zetten. En die eerste die zit dus wat verstopt. Schuif daarvoor eventueel eventjes de steken die we net gebruikt hebben of gemaakt hebben wat op. En dan kunnen we in die steek een stokje zetten. Dat is de eerste van 3. In de volgende een stokje. En in de volgende ook een stokje. Hebben we dus 3 steken ieder een stokje gegeven. Dan gaan we over de volgende 3 steken meerdere. Dus dat betekent dat de volgende 3 steken ieder 2 stokjes gaan krijgen. Dus dan gaan we van 3 naar 6 steken. Dus dit is steek 1 op 1. En 2. Dan gaan we naar de volgende, daar komen nummer 3 en 4. En op de volgende komen nummer 5 en 6. Oké, dan wordt het nu tijd om ons blad vast te gaan zetten aan de bloem. We maken de lus even wat groter. Ik zal even een klein beetje inzoomen nog. Ja. En we gaan steken op de bloem van voor naar achter in op de steek die we gemarkeerd hebben. Lus je van het blad terug op je naald. En die halen we door de gemarkeerde steek heen. Vervolgens slaan we de draad om en gaan we in de volgende steek op het blad een stokje haken. Dan hebben we dus een verbonden steek gemaakt. Lusje weer iets groter trekken, naald eruit. Op de volgende steek van de bloem insteken van voor naar achter. En de lus van het blad terugzetten op je naald. En die haal je dan door de steek van de bloem heen. Draad omslaan en in dezelfde steek als het voorgaande stokje een stokje haken. Dus dan hebben we 2 steken van de bloem vastgezet met stokjes. En die stokjes die zitten dus in de 1 steek op het blad. Dan in de volgende steek op het blad gaan we 2 stokjes haken. 1 en 2. Dan trekken we het lusje weer even wat groter en dan gaat de naald eruit. Dan gaan we naar het volgende blad van de bloem. Daarvoor slaan we de volgende 2 steken hier op het ene blad over. De reliefsteek slaan we over. En de volgende 2 steken op de bloem, die slaan we ook over. En in die volgende, daar steken we dan op in. En dan zetten we de lus terug op de haaknaald. En dan halen we hem weer door de steek van de bloem. Draad omslaan. Dan gaan we naar het blad. In de volgende steek een stokje. Maken we weer een wat groter lusje. Op de volgende steek van de bloem insteken van voor naar achter. Volgens de lus van het blad weer terug op de naald. Halen we door de steek van de bloem. Draad omslaan. En in dezelfde steek als het vorige stokje insteken en ook een stokje haken. En dan hebben we het blaadje vastgezet. Haken we nu verder op het blad. Volgende steek krijgt 2 stokjes. En ook de volgende steek krijgt 2 stokjes. Dan hou je nog 2 steken over en die krijgen ieder een stokje. Dus 1 stokje op beide steken. Dus het is 1 en op de volgende ook 1. Nou. En dan geldt ook nu weer voor het afhechten dat je ervoor kunt
kiezen om met een halve vaste de ronde te gaan sluiten op de begin drie lossen, de derde daarvan. Dus bovenin insteken en een halve losse maken. Of je kiest er weer voor, waar ik voor ga kiezen, om nu je draad af te knippen en door te halen. En op een onzichtbare manier weer te gaan sluiten. En dat ga ik jullie weer eventjes laten zien. Natuurlijk in elk deel al laten zien, maar ik kan het nooit vaak genoeg laten zien. Zoom ik weer even in. Oké. Okay. Ja. Dit zijn dus onze beginlossen. En als je hier bovenop kijkt, heb je hier dus ook weer je stokje. En daarboven heb je dan het V-steekje van het stokje. Daar ga je met je naald op insteken. Zodat je die hele steek op je naald hebt staan. Van voor naar achter. En je haalt de draad er volledig doorheen. Dan kijk je vervolgens waar de draad in de voorgaande steek uitgekomen is. Dat is dus deze steek. Dan steek je in het midden in en naar achteren. Achter en naar beneden. En dan haal je de draad helemaal door. En dan zie je dus dat je daardoor bovenop die begin losse hier ook een mooi veetje gecreëerd heb. En dan heb je hem dus onzichtbaar gesloten. En dan kun je dus op de achterkant verder je draadjes gaan wegwerken. En dan, andere kant op, zoom ik even uit. Want daarmee zijn we dan aan het eind gekomen van deel 8. Als je dus nu een bloemetje hebt gemaakt waar maar één blad op gehaakt hoeft te worden, ben je dus nu klaar en kan je sowieso je steekmarkeerder eruit halen. Mocht je nu een bloemetje hebben waar twee blaadjes aan moeten komen, dan ga je dus daar recht tegenover. Hier de vierde steek markeren. En dan ga je dus de twee rondes van het blad wat ik jullie net heb laten zien herhalen. En op diezelfde manier aan deze kant tussen deze twee blaadjes het blad vastzetten. En dan is deel 8 klaar. En dan kun je dus al je bloemetjes op deze manier gaan maken. Denk er dus wel goed om. Je maakt in totaal 4 bloemetjes waarvan één blad eraan zit. En 16 bloemen met 2 blaadjes. Denk daar dus goed om. Het staat ook in alle schema's vermeld voor de bloemetjes. Per bloem maak je er dus 2. Dus van deze maak ik er nog exact dezelfde bij qua kleursamenstelling. En zo maak je dus 10 varianten. Elke keer dubbel. Dus denk er goed om. Er zijn in totaal 4 bloemen met 1 blad en 16 bloemen met 2 blaadjes. Op die manier kun je ze dus allemaal gaan maken. En dan ben je aan het eind van deel 8 20 bloemetjes rijker. En die gaan we in het volgende deel voorzien van een randje eromheen. Zoals we ook met de grote motief gedaan hebben. Alleen dan even op een iets andere manier. En dat ga ik jullie laten zien in deel 9 en in deel 10. Er zijn ook weer 2 technieken voor. Dus er komen weer 2 video's voor. Dus gaan jullie nu lekker aan de slag met deel 8. Met het maken van al jullie bloemetjes. En dan zie ik jullie natuurlijk terug in het volgende deel. Zorg ervoor dat je geabonneerd bent op mijn kanaal. En dat je op het belletje geklikt hebt om een melding te krijgen als die video online gaat komen. Dan mis je er niks van. Mocht dit de eerste video zijn die je ziet van deze kanaal. En je hebt zoiets van wat is dit voor iets leuks. Ga dan eventjes op mijn website kijken voor het algemene informatiebestand. In de beschrijving vind je die terug onder deze video. En daar vind je ook de complete afspeellijst terug van alle tutorials rondom de Meijers Merocall. En op mijn website vind je dus alle vertalingen ook terug. Voor dit deel een direct linkje ook in de beschrijving. Dus neem dan vooral eventjes een kijkje. Mocht je alles Engelstalig willen hebben, dan kun je dat doen door naar Deirdre toe te gaan op haar website. Ook die staat vermeld in de beschrijving van deze video.
Dus dan kun je daar alles vinden. En dan zeg ik voor nu in ieder geval allemaal dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Mocht je hem leuk gevonden hebben, geef hem dan eventjes een duimpje omhoog. Daar helpen jullie weer mij enorm mee. En dan wens ik jullie heel veel plezier met het haken van al jullie bloemetjes. En dan zie ik jullie terug in deel 9 van de Meijers Miracle. Dus veel haakplezier en tot in deel 9. Doeg!